Deze beschouwing die gaat over de geschiedenis van het feminisme. Ik heb hier een website erbij gepakt en die heet ohiohumanities.org Humaniteiten uit Ohio, Ohio. En het gaat over Betty Friedan and the Three Waves of Feminism. En Betty Friedan, dat is een an auteur. En er staat hier... dat de, even uh, op zijn Engels, feminist history can be divided into three waves... The first wave, occurring in the 19th and early 20th century, was mainly concerned with women's right to vote. The second wave, as at its height in the 1960s and 1970s, refers to the women's liberation movement for equal legal and social rights. The third wave beginning in the 1990s reversed to a continuation of and a reaction to second wave feminism. Nou, al eerder heb ik verteld dat het invoeren van stemrecht voor vrouwen gepaard ging met het stijgen van de belastingdruk. Niet gelijk, maar wel na een paar jaar. Dat komt omdat vrouwen linkser stemmen. En links houdt in dat de sociale taken niet langer door de burgerij worden gedaan, maar dat dat een overheidsverantwoordelijkheid wordt. Dus je kan zeggen dat vrouwen er niet voor zijn dat de samenleving zelf zorgt voor de zwakkeren. Maar dat dat iets is wat geïnstitutionaliseerd moet worden, zodat een persoon, individu daar niet langer verantwoordelijk voor is. Want je kan dan altijd zeggen, ja, dat moet de staat maar doen. Dat is socialisme of communisme of zeg het maar. Vrouwen houden daarvan. Dus het idee dat de samenleving zelf zorgt voor de zwakkeren, daar houden vrouwen niet van. Dat moet gereguleerd worden. Daar moeten, en daar hebben ze het altijd over, de rijke mensen moeten dan gaan betalen. En dan wordt er een instantie opgericht. En voor die instantie willen ze dan wel gaan werken, maar dan willen ze betaald voor krijgen. Dus zo zit het in elkaar. Dat zijn de feministen die daarvan houden. Daar komt het ruwweg op neer. En dat het stemrecht voor vrouwen leidt tot een hogere belastingdruk, dat is vastgesteld in Amerika. Waar het stemrecht voor vrouwen. Niet in één klap werd ingevoerd voor alle staten. Nee, het werd staat voor staat ingevoerd. En dan kon je precies zien in welke volgorde het was ingevoerd, want in diezelfde volgorde steeg de belastingdruk per staat. Dus wil je meer belasting betalen? Nou, geef vrouwen stemrecht. Wil je minder belasting betalen? Ontneem vrouwen hun stemrecht. Het zou in Nederland ook trouwens geen bied uitmaken... want in Nederland kan je alleen maar stemmen op een kleurtje. Kijk, en vrouwen... interesseert dat niks. Het zou mij ook niets verbazen als dat je... behalve wat ik net zei... dat vrouwen linkser stemmen dan mannen. Dat schud ik me even uit mijn mouwen. Dat zeg ik op basis van mijn... maatschappelijke kennis... van vrouwen. Dat ik denk, die stemmen linkser. En dat links en links... leidt tot meer overheidsuitgaven... Dus, uh... Maar los daarvan, ik denk dat vrouwen uh, vaker stemmen. Mannen die denken van ah, onzin, mannen hebben dat meer in de gaten. Neem een man zoals ik. Ik ben voor het laatst naar de stembus geweest. Dat was ergens in de jaren tachtig. En toen heb ik gestemd uit eerbied voor mijn opa. ...heb ik P van de A gestemd. En een andere keer CPN gestemd. Maar zoiets. Want dat stemden die beide mannen. Dus ik dacht, omdat ze dood waren... ...dan stem ik een keer namens die twee. En sindsdien heb ik nooit meer gestemd. Ik vind het belachelijk. Ik vind het uh, het feit dat je gaat stemmen... Uh, ja, daarmee geef je te kennen dat jouw hersenen niet echt functioneren. Wat je tegenwoordig als man zou moeten doen is dat je aan de grote klok hangt, zeker bij je baas. Ik moet gaan stemmen, daar heb ik tijd voor nodig en ik moet eerder naar huis, want ik moet stemmen. Belangrijk. Dat doe je dan hè? En dan ga je eerder weg bij je baas en je gaat in één keer door naar de kroeg. Ja. Dan heb je nog wat aan het feit dat je geacht wordt te gaan stemmen. In de kroeg kan je daar je stem laten gelden. Dan zeg je: hé, hey, uh, homo, wil je nog een biertje? Dan zegt iedereen: je mag geen homo zeggen, want dat is niet inclusief. Dan zeg je: hoezo niet? Iedereen is er een homo of niet? Hou oh, nou niet zo hard, niet zo hard, niet zo hard. Oh nee, oh, we bellen de politie hoor. Ja, ja, homo moet je vooral doen. Ja, en dan laat je het voorkomen. Ja, ik zat in de kroeg en er waren helemaal geen dieren. Er waren echt alleen maar Homo sapiens. En toen heb ik homo gezegd. Ja. Dat is mijn afkorting voor Homo sapiens. Ja, kijk, zo moet je het gewoon aanpakken. Kijk. Dat is een man, snap je? Ja, ik, ik wou dat mensen dat een keer gingen begrijpen. Dat mannen, die hebben gevoelens. Dus je moet mannen niet beledigen. Hè? Dat is iets wat vrouwen dan uh, graag doen. Hè? We gaan er zo duidelijk op komen. Geschiedenis van feminisme. jij hebben een feminist. Ga er maar lekker voor zitten. Dat krijg je voor je kaners. Denken jullie wel niet? Dus punt 1. De eerste wave, de eerste golf. Van het feminisme, dat was dan dat vrouwen stemrecht kregen. en ze stemmen allemaal links. en toen gingen de belastingen omhoog. Die zorg overigens, die dan overgenomen wordt. door de overheid, zodat de samenleving. die hoeft dan niet langer voor de daklozen. en de armen en de whatever te zorgen. nee, dat gaat dan een anonieme overheid doen. De kwaliteit van die zorg die is natuurlijk minder. Dat snap je wel hè? Hij is duurder en van een lagere kwaliteit. Maar ja, dat interesseert vrouwen helemaal niks. Als vrouwen maar af zijn van die verantwoordelijkheid dat de samenleving zelf voor de zwakkeren moet gaan zorgen. Want vrouwen snappen ook wel dat in de klassieke rol, als zij dan degene zijn die toch voor de kinderen zorgen, ja, dan kunnen ze ook wel even zorgen voor de buurvrouw. En dan denken die vrouwen, jeetje wat een hoop zorg zeg. En daar krijg ik helemaal niet voor betaald. Nou, ik ga links stemmen en dan gaat tenminste de overheid, die gaat uh, voor de buurvrouw de boodschappen doen, dan hoef ik dat niet te doen. Uh, ik zeg niet dat vrouwen zo denken, natuurlijk niet. Maar ik kan het me wel voorstellen dat er zo gedacht is. En je gaat het er wel bij denken natuurlijk. Want waarom willen al die vrouwen niet dat de samenleving zorgt voor de zwakkeren? Waarom willen al die vrouwen dat de overheid dat doet? Ja, ja ik, ik mag er toch een vraag bij hebben. En dan moet je even weten dat we het dan hier hebben over de eerste golf van het feminisme. En dat is dan in de 19e en het begin van de 20e eeuw. 19e eeuw en in het begin van de 20e eeuw. En dan heb je in het begin van de 19e eeuw. was een Duitse schrijver, Arthur Schopenhauer. En die heeft een essay geschreven, want dat vond hij ook leuk. En dat heette Over vrouwen. En daarin krijgen vrouwen er toch van langs, jongen? Zo doe ik nu toch. En hij scheert ze allemaal over één kam. Hij zegt ze deugen allemaal niet. Ze hebben allemaal van die korte beentjes. Echt heel grappig. Uh, kortom, reuze beledigend. En dan zou je denken: nou, dat pikken vrouwen niet, hè? Dat, dat pikken ze niet. Die, daar is er toch een vrouw en die gaat er even tegen te keer. Nee, natuurlijk niet. Muisstil. Muisstil. En dan is dat, en ik denk van ja, dat was in de 19e eeuw, en het was in het Duits. En, uh, ja, dat is niet inclusief hoor, als je zo in het Duits gaat schrijven. Want uh, ja, dan wordt er wel even verwacht van ons onderdrukte vrouwen dat we ook Duits kunnen. En dan uh... moet je lekker je mond houden, want in het begin van het 21e eeuw is het vertaald in het Nederlands. En dan heet het over vrouwen, en het zit samen, en het is gebundeld met andere essays van Arthur Schopenhauer en dat bundeltje dat heet er is geen vrouw die deugt Nederlandse markt Ja je zou verwachten dat er dan bij iedere boekhandel die die bundel de SC bundel verkoopt dat er allemaal vrouwen buiten staan met spandoeken van uh, misogynie afgelopen nie. misogynie afgelopen nie. Een no, 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 no. protest, een en, en, en poep op de etalage smeren of whatever, weet ik veel. Wat, wat, wat verzinnen vrouwen als ludieke actie? Niets, niets. Ik kon het SC gewoon kopen. Gewoon, uh, er stond een vrouw uh, achter de toonbank en uh, die zei: Oh, er is geen vrouw die deugt van het show. Dat is dus, uh, 11,50 euro. Het was niet eens duur. Voor 15 à 20 essays, waaronder het essay over vrouwen. En het essay over vrouwen is om je te bescheuren. Dat is ook de reden waarom vrouwen het wel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 keer linker uitkijken. En dan dat te gaan proberen te bekritiseren. Want de kritiek van Schopenhauer die ligt er niet om. Zo komt Schopenhauer bijvoorbeeld met de fijne vraag: Waarom hebben vrouwen nooit een boek geschreven over de kwaliteit en de filosofie van de huishouding? Huh? Als je dan niet langer wil zorgen voor de huishouding, ja, schrijf dan minimaal op hoe het moet gebeuren. Dat kan een andere doen. Heb jij de handen vrij? Niets. Dat weten vrouwen ook wel degelijk. Vrouwen weten heel goed dat als je de, 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 alle schrijfsels van vrouwen op een rijtje gaat zetten, dat, nou, dan heb je natuurlijk kookboeken. Het is de vraag of vrouwen dat echt geschreven hebben of dat ze uitgenodigd zijn door een uitgever. Want er was zo'n Engelse vrouw waarvan ik dacht van ja, jij bent geselecteerd door de uitgever. Dat is zo'n hele mooie vrouw met van die hele intelligente borsten. Dat is een Engelse, zo'n Britse. Ja, en wat hebben ze nou verder? De, de, het hele feministische uh, literatuurdinges. Uh, noem er eens een. En kom dan niet met de schaamte voorbij van Anja Meulenbelt. Dus behalve dat boek. Wat, wat heb je dan nog aan feministische boeken? Helemaal me niks. Ja, of ik ben het vergeten te vinden. Dat kan ook. Maar het boek De filosofie der huishouding. Ja, het is er echt niet. Punt. Ik kan, het, ik kan het schrijven. Ik heb tien jaar lang de huishouding moeten doen. Of moet, ja, moeten doen. De, de moeder van mijn kind die had zo, uh, ja, die was aan het herstellen van uh, drie uh, millennia lang uh, vrouwenonderdrukking. En dat wordt dus genetisch doorgegeven via het X-chromosoom of zo. Zou je zeggen, ja, mijn mannen hebben ook een X-chromosoom. Ja, mijn mannen hebben dan die vrouwenonderdrukking niet doorgekregen. Want die vrouwenonderdrukking qua gevoel via de chromosomen, dat gaat als ze allebei de X-chromosomen in de mens zitten. Zo zit dat namelijk. Dus dat, dat gaat van vrouwengeneratie op vrouwengeneratie. Dus die vrouw die ik had, die was enorm gebukt onder die millennia lange vrouwenonderdrukking. En nu van zij tijd voor vrije tijd. Dus allerlei vrouwenonderdrukkende bezigheden, zoals ramen lappen, stofzuigen, afwassen. Uh, een beetje in de familie in de rond te bellen om te vragen wanneer men tijd heeft voor de verjaardagsviering van Gerard. Uh, dat mocht ik allemaal doen. Van eindelijk een keer de mannen aan het werk. Dat vond zij wel terecht, toch? Dus ik weet er alles van. Van de huishouding, dus. Ik kan er wel een boekje over schrijven, maar ja, voor wie? Door een man die kan een huishouding draaien. Ja, dat is trouwens hartstikke leuk. Dat is echt heel erg leuk werk. Ik snap ook niet waarom je dat niet zou willen. Daar snap ik helemaal niks van. Ik heb er zelf altijd met volle teugen van genoten. Alle aspecten hoor. Ook, ook de afwas doen. En een beetje stofzuigen. En je moeder bellen voor de verjaardag van Geta En al die dingen die erbij horen: planten verzorgen. Ja, dus de kalender in de gaten houden. Een afspraak maken met de tandarts voor het kind. En ja, zeg maar. Naar nou, de tandarts met het kind. Voor de, voor de straf ben jij maf, met het kind naar de dokter. Ik heb alle zwemlessen gedaan. Een straf bij hem af. Dat is leuk. Nee, zorgen voor een huishouding. Het is, het is punt 1, het is heel lekker rustig werk. Uh, je hoeft niet te haasten en te vliegen. Uh, je hoeft niet bang te zijn dat als je een keer wat vergeet, dat je dan uh, bij je evaluatiegesprek een enorm probleem kan krijgen. Je hoeft er ook niet bang voor te zijn dat iemand anders uit is op jouw baantje. Want ja, ik heb gewerkt en ik weet precies hoe het gaat. Jongen, dat is een hoop uh, ellebogerij hoor. Werkerij, hoe moet je dat zeggen? Ah, je, je weet dat dat van die lui. Die... Oh, 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 oh. En ik heb dan nooit in een dienstverband gewerkt, altijd als zelfstandige. Maar dan nog, dat heb je het ook. En dan ben je ergens bij een bedrijf. en dan doe jij een bepaalde dienstverlening. en er zit er één iemand en die heeft een neef. en dat is een concurrent van jou. En dat heeft hij zich al eens laten ontvallen van ja, mijn neef doet ook jouw werk. Ja, nou voor die vent moet je oppassen hoor. Als jij dan ergens een vergissing maakt of zo, dan, uh, dan gaat juist zo'n vent als eerste naar het management toe. En die zegt: Nou, dit is uh, weer een fijne vergissing van Perry in de winkeltjes. En ik wil nogmaals zeggen dat mijn neef, die doet ook wat Perry doet. En uh, ja, misschien dat hij toch een keer kan komen praten. Want dit soort brachelwerk, daar zit onze firma niet op te wachten. Zo word je gewoon in je rug gestoken. Bij een huishouding uh, heb je dat niet. Helemaal nooit niet. Heerlijk rustig. Maar goed, die eerste golf van het feminisme. dat was dan uh, ongeveer 80 jaar nadat Arthur Schopenhauer dat werkje over vrouwen had geschreven. Kon dat lekker op? Het was dan het vrouwenstemrecht. Nou, dat leidde dus tot hogere belastingdruk. Nou, leuk is dat. En een verslechtering van het begrip uh, voor elkaar zorgen. Want natuurlijk moet de samenleving dat zelf doen. Door het zorgen voor de zwakkeren is geen taak van de overheid. Punt. De overheid mag regelen dat er uit de algemene middelen dat er een fonds komt en zoiets. Men heeft het mee gehad. Maar de uitvoerende taken, dat gebeurt gewoon door de buurt. Zo hoort dat te zijn en zo was het ook altijd. In het Amerika, wat uh, gesticht werd door de mensen die gevlucht waren voor de onderdrukking van de universele kerk hier in Europa, en die hun geloof wilden beleiden, beleiden zoals het in de Bijbel staat, uh, dacht je dat die een overheid nodig hadden? Helemaal niks. Die mannen die werkten hard, uh, die vrouwen die werkten hard. En stemmen, dat was voor de mannen. De mannen gingen stemmen, want dan ging het om nou, infrastructurele dingen. Van waar moet die wegkomen, waar leggen we de spoorlijn neer? En die vrouwen hadden allemaal zoiets aan. Nou, dan gaan die mannen maar uitzoeken, daar heb ik niks mee te maken. Dat was de taakverdeling en dat floreerde man. Amerika is om die reden ongelooflijk welvarend geworden. Een goede taakverdeling. En dan krijg je hier dan de tweede golf van het feminisme... in de jaren zestig en jaren zeventig van de vorige eeuw. Ja, dat hebben we geweten, hè? Had je vrije liefde, vrije seks. Het heette de vrouwenbevrijdingsbeweging. Want vrouwen waren zo onderdrukt. Het was ook de periode waarin een toen relatief onbekende... gouverneur van een Amerikaanse staat... En die man die werd later president van Amerika, Ronald Reagan. Maar die was toen uh, gouverneur. En die heeft afgekondigd dat een vrouw het recht had om een huwelijk op een willekeurig moment te verbreken. En aanspraak te maken op de helft van het vermogen van het gezin en alimentatie. Zijn dus maandelijkse toelagen. ...op ieder moment als ze maar wou. Ja, als je erover nadenkt... Hè, dat... ...dat is natuurlijk schandalig. Voor die tijd mocht een vrouw... ...ook een scheiding aanvragen... ...en aanspraak maken... ...op de helft van het vermogen van het gezin... ...en een maandelijkse toelage... En dan moest daar een reden voor zijn. En die reden was: ofwel je werd mishandeld door je man. Of je man was vreemd gegaan. Dat waren de twee redenen op basis waarvan jij naar een rechter kon stappen. En dan kon je nog eens gelijk krijgen ook. En dan, nou dan had je geen onaardig bestaan. Maar nu mocht het als je zelf zin had. Ronald Reagan. Die uh, vieze, vuile, vies woord, uh, communist. Ja. Dat heeft een ellende veroorzaakt, jongen. Oh. En dan kijk je dus naar die scheiding die ik in mijn nek heb gekregen. met precies hetzelfde. Zij wilde dus even de helft van het gezinskapitaal. en de maandelijkse toelagen. Terwijl ze, moet je nagaan. ze heeft nooit een vinger uitgestoken in de woningen. Ja, met heel veel bombardie zei ze iedere keer: ik ga de was doen. Zelfs mijn dochter is er inmiddels achter dat mama en de was doen. Dat ze, ja, als mama eens in de zes weken de was doet, dan heb je het gehad. Na de scheiding was het ook zo dat, ja, dat mijn dochter dus bij mij kwam en, met de vieze kleren en dat ik de wasmachine aan ging zetten omdat de moeder het niet deed. Dat wil zeggen, niet in het echt. Ze zei het wel: van, Oh nee, dat ga ik doen. Nee, ik ga de was doen. Nee, nee, dat, oh nee, ik ga de was doen. Ja, dat, uh, dat doe ik. Maar het deed ze niet. hem ja, af. En wat ze wel deed, dat was uh, wijn met haar vriendinnen. En heel vreemd, haar vriendinnen hadden allemaal een penis en een balzak. En nee, het waren geen transgender gebeuren. Nee, dat waren mannen die waren geboren met een penis en een balzak. En die waren ook niet van plan om de boel te laten amputeren. Maar dat waren wel haar vriendinnen. Oh ja, en dan ging ze ook af en toe mee naar bed. Want ze is kennelijk ook een beetje lesbisch. Dus ze met een van die vriendinnen dan lekker naar bed ging. Oeh, Piggy hield er een penis? Ja, maar ze noemde dat een vriendin. Dus dan is ze toch lesbisch. Nee, ik vraag er gewoon een scheiding aan. Dat krijgt ze ook nog. Dus die die tweede golf van het feminisme... met gelijke... wat, was het nou? wat noemden ze het nou? Um, uh, gelijke... wettelijke en sociale... rechten. Ja, dat was dus uh, vrije liefde... vrije seks. En het recht op scheiden... wanneer je er maar zin in had. En dan maar wachten op de cash. En dan was de derde golf... en die begon in het begin van de jaren 90... van de vorige eeuw. En dat is niets meer dan een voortzetting van de tweede golf, dan wel een reactie daarop. Uh, sorry? Sorry, wat, wat bedoel je daarmee dan? Wat is daar dan bijzonder aan, aan die derde golf? Als het een voortzetting is van de tweede en dan wel een reactie daarop, maar wat kan dat nou voor een reactie hebben? Dat ze bij nader inzien toch afzien van hun wettelijke. Gelijkheid. of. Uh, sociale rechten of zo. Wat is dan die reactie? Nou, dat komt natuurlijk helemaal niet. Weer een bewijs dat vrouwen helemaal niet kunnen schrijven. Ze, ze kunnen niet eens de gedachte op een rijtje zetten. Niet allemaal natuurlijk hoor. Dat, uh, ik ga ervan uit dat er. Ja, ik heb dus in mijn leven honderden vrouwen ontmoet. Nou, de 99 van de 100 mag je allemaal afserveren, wat mij betreft. Daar heb je echt helemaal niks aan. En ik heb nog misschien in totaliteit een handjevol vrouwen op mijn lijstje staan. Maar die ken ik dan niet persoonlijk, die ken ik dan alleen maar via internet. En die schrijven goed. Want die doen dan reacties geven op uh, uitzendingen die ik maak. En, uh, ja. en dan kan ik zien dat, dat die woorden geproduceerd zijn door daadwerkelijk een rationeel nadenkende geest. Maar dat zijn wel van die honderden vrouwen, uh, ja, nog niet eens vijf, die ik over heb. Uh, ik ben blij dat ik geen vrouw ben. Dan hoef ik me niet te schamen voor mijn medesusters. En dan weet ik wel dat er heel veel mannen zijn, dat zijn ook een stelletje flapdrollen, maar het percentage flapdrollen is minder dan het percentage trolla's. Zeker als het gaat om feminisme. Want wat houdt dat nou in? Wat is het nou voor een beweging? Ik zag laatst een of andere demonstratie in Den Haag. En er liepen allemaal jonge vrouwen, een jaar of twintig. En die hadden dan protestborden gemaakt. En op die protestborden hadden ze dan een tekening gemaakt van hun geslachtsorgaan. Ja, dit hoor je goed hè. En de ene die had dan. Uh, 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 roze karton genomen met uh, blauwe inkt en dan uh, gele accenten. En die andere die had geel karton genomen met uh, bruine inkt en paarse accenten. En de derde die had alleen gewerkt met accenten, maar dan kon je toch goed de lijn zien van het vrouwelijk geslachtsorgaan. En, en die had er ook nog een idee bij. Ja, moet je nagaan, hè? Dat je als man, dat je als een stelletje mannen, dan ga je naar het buurthuis. Dan ga je allemaal, krijg je de, de, mag je de keuze uit allemaal kleuren karton. En dan Pietje kiest voor een blauw stuk karton. En Johan een, een geel karton. En dan zijn er veel stiften en allemaal plakmaterialen. En dan gaan we een afbeelding maken van ons geslachtsorgaan. En daarmee gaan we over straat lopen. Nee, mannen doen dat niet. Want dan lopen ze namelijk voor lul. Ja, dit, dit komt er hopelijk goed uit. Die vrouwen die liepen dus voor kut. En vrouwen hebben dat helemaal niet in de gaten. Die denken dan echt dat ze bezig zijn met zichzelf te bevrijden. door een tekening te maken van dat wat er tussen hun knieën zit. Dus, en dan heb ik nog. En als je het dan hebt over de derde golf van het feminisme. Dan is dat uh, kinderen aan de methylfenidaat. Uh, Gewoon drugsverslaafde kinderen produceren. Oh, Perry, dat is niet zo. Uh, vrouwen zorgen er niet voor dat kinderen aan de... Nee, Perry, dit gaat veel te ver met je nauwzicht. Dit neem je terug. Nee, dat neem ik helemaal niet terug. Methylfenidaat wordt op de markt gezet onder de naam Ritalin en Concerta. een Attenta. Het is een methylfenidaat. Het ligt heel dicht tegen ja, het valt in de groep ruim gezien van de amfetamine. Het is qua uh, qua harddruk is het een middenmotor. Qua verslavendheid en ernstige lichamelijke gevolgen. Een middenmotor. Het is niet zo erg als heroïne of opium is minder. Maar het is weer meer dan, nou noem eens wat andere dingen. Dan gaan we kijken hoor. De kinderen die uh, in het autisme spectrum zitten of ADHD spectrum zitten. Gaan we kijken naar die gezinssituaties. 70% van de scheidingen wordt aangevraagd door de vrouw. Dus dat moet je zien als de derde golf van het feminisme. Dus de eerste golf van het feminisme, die leidde tot een linkse regering met een hogere belastingdruk en een slechtere sociale omgeving voor de zwakkeren. Die niet meer werden opgevangen door buurtwerkers, buurtverbanden of zo, maar ze moesten melden bij gebouw 16C. Ja, de tweede golf was uh, vrije liefde, vrije seks. en je kan een scheiding aanvragen wanneer je er maar zin in hebt. En de derde uh, golf, dat is alleenstaande moeders. En kinderen die verstoken zijn van hun vader. En uh, welke van die drie golven heeft nou een positief effect gehad voor ons allemaal? En welk probleem is er eigenlijk mee opgelost? Door iemand als Plato dan heb je het over 300 jaar voor onze jaartelling. Plato is een hele merkwaardige, vervelende... Nou, dat is dan helemaal niet leuk. Plato heeft een blauwdruk gemaakt en gezegd van... Kijk, als je een, een bevolkingsgroep onder de duim wil houden... dan moet je ze de godganse tijd bezighouden met theater. En dat hun leven alleen maar bestaat uit wat het theater ze biedt. Denk aan goede tijden, slechte tijden of zo. Hè? Mensen die zijn niet meer geïnteresseerd in elkaar, maar ze zijn alleen maar geïnteresseerd in wat er gebeurt op het toneel. En dat wat op het toneel gebeurt, dat wordt dan hun leven. En zo kan je ze manipuleren. Dat is Plato. Dus theater als instrument om een bevolking uh, zoet te houden. En waarom zou je al die investeringen doen? Want zo'n theater kost natuurlijk heel veel arbeid. Dan moet je wel al die acteurs moet je hebben. Denk aan goede tijden, kwaliteiten. tijden. Je moet al die acteurs in dienst hebben. Je moet je allemaal een script voor schrijven. Je moet er moeten lampen bij. Er moet gefilmd worden. Nou, dat kost klauwen met geld. Ja, wat krijg je daarvoor terug? Ja, een bevolking die alleen maar naar het theater kijkt. Niet meer naar elkaar kijkt. En die gaat vervolgens als makke schaapjes precies doen wat jij zegt. En achter de schermen dus zit jij met een overdaad aan blondines uh, en, en, en brunettes. En bijbehorende Cubaanse sigaren met goed smakende cognac. Ja. Kijk, en Plato heeft ook gezegd: uh, gelijke rechten voor vrouwen. Daar kwam die ook mee. Het is dus een manier. Terwijl, kijk, een vrouw die heeft de primaire binding met het kind. Punt 1, het kind komt uit de buik van de vrouw. Maar dan is die primaire binding nog lang niet voorbij, want het kind is dan afhankelijk, let op dat woord, afhankelijk van de voeding die die vrouw geeft. Dus ieder menselijk karma begint met een aantal maanden. Uh, dat helemaal vervuld is van een of ander wezen, wat je dan nog niet kan waarnemen. Want baby's kunnen helemaal niet kijken. Die zijn in principe zo blind als wat. Die, die kunnen niet waarnemen. Die alleen wat vlekken en toestanden. En uh, als er ook maar iets niet lijkt te deugen, dan zetten ze het op een brullen. Dat is het enige wat ze kunnen. Ja, maar in die mistige wereld is er dus een entiteit. En die geeft voeding. En dus als je wil voorstellen hoe een baby eruit ziet, dan moet je je voorstellen dat je omringd bent met een, een hele grote uh, warme mist. En uh, zo in een uh, uit die warme mist uh, komt er een hele warme, uh, zoete melk in je mond stromen. En, en dat is het dan. En je wordt helemaal zo vertroeteld en vastgehouden. En, uh, 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 kortom, het is de, de hemel op aarde. En later kom je erachter dat dat je moeder was al die tijd. Ja, met wie heb je dan de meeste binding, denk jij als kind? Met de overbuurman? Nee, man, je moeder natuurlijk. En je vader, die, is, die speelt in die tijd geen enkele rol. Daar heb je helemaal geen binding mee. Nou, en als, het dan, die kinderen, als je dan als kind ouder wordt, dan, en dat is het natuurlijke proces, dan moet die vader langzaam in beeld komen. En dat moet vooral uh, uh, gaan ontstaan, moet helemaal dominant worden als het kind zeven is. Dus hebben we de eerste zeven jaar, daarbij is de moeder van nature de dominante van de twee ouders... En nou, van het zevende jaar tot het veertiende jaar moet die dominantie worden overgenomen door de vader. Nou, dan heeft die moeder zeven jaar gedomineerd, dan die vader zeven jaar gedomineerd, dan is het kind veertien en dan is het ha, 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 volwassen. Ja, dat hoor je goed. Kinderen met veertien jaar zijn volwassen. Daar kan je er ook bijna geen donder meer aan veranderen. Wat het dan is, dat is het. Heb je dat verprutst als ouder? Dat nou, mooi zo, heb je een nieuwe baby in deze wereld gezet. Schande over jou. Ik ben nog heel goed, mijn dochter 12 was, was na die scheiding. En ik had op zich wat te doen met het meisje, en die wilde dan, dan moest ze bij mij slapen en die wilde niet op de eigen kamer slapen. Dan mag ik er in de woonkamer slapen? Maar woonkamer, ik heb een studio zeg maar. Dus ik heb een twee-kamer flat. De één kamer, dat is de grote kamer. Er zit ook de keuken. Hartstikke leuk flatje, by the way. Er zit ook de keuken aan. Dus vanuit mijn kamer loop je één keer de keuken in. Niet een open keuken, maar ik heb een deurtje. En een balkonnetje. En in de keuken zit ook een balkonnetje. Ik kon een, heel leuk, uh, ja, een hele leuke, woonkamer. En die heb ik ingericht als studio. Dus daar staat mijn IKEA bed. Ja, nee, mijn dochter had toen de slaapkamer, ruime kamer. Echt, echt niet lullig hoor. 3,5 bij 4,5 meter of zo. En met haar bed. Ja. En dan wilde ze bij mij in de woonkamer slapen. Nou, dat gebeurde wel eens en dat vond ik af en toe wel goed. Uh, nu was ze twaalf. En toen zei ik: Nou, uh, ik vind dat niet meer normaal. Je bent al twaalf en ik vind dat je op je eigen kamer moet gaan slapen. Maar. Echt een hele leuke. Maar zei ik. Ook omdat je nu 12 bent. Vind ik. Dat jij het zelf moet beslissen. Wat je doet. Waarop mijn dochter zei. Oh. Dus ik mag voor jou in de woonkamer slapen. Op de bank dan. Hè? Ik zei. Nee, dat heb ik net gezegd. <laughs> nee, het mag voor mij niet. Ik vind het niet goed. Ik vind het geen goed idee. Ik zei, maar je bent 12. En ik wil. Ja, Stilstaan bij het feit dat ik niet meer alles over jou te zeggen heb. Geniale vader ben ik, hè? Ja, ik kom eens om een moeder die zo denkt, hè? Daar kunnen moeders nog een puntje aan zuigen. Maar dat is nou precies wat vaders leren. Kijk, als ik de zeggenschap over mijn dochter, als ik daarvan afzie. He, wat ik dus doe, want ik had op dat moment kunnen zeggen... het mag wel of het mag niet. Overigens, uh, ze snapte uiteindelijk wat ik bedoelde. En toen moest ze een beetje glimlachen. En toen zei ze, oké, okay, ik snap het. Nou, ik ga op de bank slapen, want ik wil dat zelf. ja, dan kan ik er niks aan doen. Waarbij ik dus vervolgens wel een checkje opstak. En zij heeft te pesten aan het feit dat ik rookte. Maar jij, kijk, ik heb ook gezegd dat ik het niet goed vond... dat ze op de bank ging slapen... En zij doet het dan toch, dat is best, maar ik ga dan wel een checkje roken. Kijk, dus ik geef mijn zeggenschap op, maar daarmee ook mijn verantwoordelijkheid. Dus ik heb er niks meer over te zeggen, dan ben ik er ook niet verantwoordelijk voor. Dat is de mannelijke rationaliteit. Dat hebben kinderen nodig, dat kunnen vrouwen helemaal niet. dat heb ik niet gezien, laat ik het zo maar zeggen. Ik had laatst dat ik. Was het... Dat is op zich een tragisch verhaal. Maar die vrouw die is heel erg verliefd geworden op een negro man. En inmiddels komen de eerste rapportcijfers binnen van die huwelijken. En wat blijkt nou? 97% van de huwelijken tussen een blanke vrouw en een negro man. Die eindigen in een drama. En die vrouwen zitten bijna zonder uitzondering. zitten ze allemaal aan de uitkering. Nou, zo ook deze vrouw. Ja, maar spijt. En, uh, nou, inmiddels is ze ook heel kritisch op immigratie. Vindt ze dat uh, nou, die Afrikaanse negers die moeten maar lekker in Afrika blijven. En, uh, ze is helemaal aan de andere kant gegaan. Maar goed, zij heeft dan twee kinderen met die Afrikaanse nietsnut. Het is echt een nietsnut. Ze heeft het met hem nog meerdere keren opnieuw geprobeerd. Van, nou, uh, dat hij betrokken wordt bij de opvoeding van de kinderen. En dat, dat, maar die man die bakt er helemaal niks van. Die is al lang blij met zijn uitkering. En wat zal het hem verder batsen? Maar goed, zij is dan een alleenstaande moeder. En we waren, we waren gezellig aan het doen met, met waren Er waren meer mensen bij. En we zaten te eten en een beetje verhalen vertellen over dit en verhalen over dat. En toen zei ik tegen die twee kinderen: van haar, dat is zo'n verhaal uit mijn jeugd. Zo'n stom verhaal. Het... Wat ik lekker vind om te eten op mijn boterham, dat is pindakaas met hagelslag. Dat vind ik lekker, echt verheerlijk. heerlijk. En wat ik helemaal lekker vind, dat zijn, uh, uh, ja, dat doe je een, een boterham, dat doe je dan uh, margarine. Ik dat eet dat niet meer. Dat moet je zelf ook niet meer doen, hoor. Margarine moet je met kappen. Even, even te zeggen: ik moet toch even. Ja, ook weer verband met het feminisme. Het feminisme is niet zo rationeel. En die gaan dan bijvoorbeeld margarine eten of halve eten. Dat is typisch feministenvoedsel. voedsel. Dat moet je helemaal niet doen. Kijk, het gaat hier om uh, transgene vetten. Want wat ze doen voor margarine, daar gebruiken ze plantaardig vet voor. Maar dat is kei en keihard. En dan maken ze die, dat, dat plantaardige vet. Ja, wat zeg maar, zo hard is als uh, kokosvet. Dat is keihard, hè? Uh, Dat hele harde vet. dat gaan ze dan met een chemisch proces maken ze dat zachter. En dan, dat noemen ze transgene vetten. Of zo. trans pup En het is een hele discussie. of je die vetten wel überhaupt kan verteren. Dus het gaat je mond in, het heeft de smaak, het smaakt naar boter, maar het is het niet. Verre van dat. Schijnboter. Dus het, maar goed, dus geen margarine eten. Even het way, Een halve slaat helemaal nergens op. Maar goed, wat ik nou lekker vind, is dus dan een laagje roomboter, dan een laagje pindakaas, en dan een laagje hagelslag erop of vlokken vind ik ook lekker en dan pakken we nog een boterham en dan smeer je boter erop en die doe je er bovenop en dan heb je een dubbele boterham met ha hagelslag en pindakaas dat mocht niet van mijn moeder Nee bij de lunch eten wij niet dubbele boterhammen want die eet je met je handen en uh, nou we hebben dus een vork en een mes en dan uh, gaan we niet uh, de boterhammen dubbel doen Nee dus dan moest je enkele boterhammen doen. En dan zei mijn moeder: Ja, en als je dan en hagelslag en pindakaas neemt. dan moet je daarna een boterham eten zonder beleg. Want anders heb je dubbel beleg. Ja, zei ik ook zo stom. En die kinderen begonnen een beetje te gniffelen. en die keken zo heel slinks even naar hun mama. En toen dacht ik: Oeps. Ja, die moeder was dus ook zo. <laughs> en ik had net zitten betogen dat het echt nergens op sloeg. Dat slaat ook helemaal nergens op. Kijk, en een man die... Een man weet dat. Een, een man had ook gezegd tegen zijn kinderen van nou, een beetje zuinig aandoen met het beleg. En ik koop niet meer pindakaas en niet meer hagelslag dan zoveel in de week. En dat vind ik echt genoeg. En als jullie heel erg veel op je boterham gaan lopen doen, ja, dan... En het beleg is op, ja, dan is het beleg op. En dan moet je maar boterham eten zonder beleg. Ja, als je niet zoveel geld hebt. En aan de andere kant moet je als ouder blij zijn dat je kinderen überhaupt honger hebben, dat ze lekker gaan eten. En of het nou gaat, of boterhammen, of roomboten, ja, het maakt niet uit, er moet gewoon genoeg ingaan. En vooral die kinderen moeten honger hebben. En ze moeten ook sinaasappeltje eten, ze moeten banaantje eten. En, ja, en je moet een beetje de totale eetkosten in de gaten houden. Maar er zijn zoveel factoren die beïnvloeden wat het kost: het eten. Ja, toch? Dat is van, uh, van mijn vriend Wim. Die kende ook zo'n vrouw. En die heeft dan weinig geld en alles. En ja, zei die, En dan gaan we boodschappen doen en in de supermarkt en dan koop ze pakken met koekjes. En Wim die is opgegroeid in een boerengezin en die weet dat koekjes, ja, die maak je net zo goed zelf. Als je echt graag koekjes lust, je koopt een pak meel, je koopt een pak suiker. En je hebt een paar eieren nodig en roomboter. That's it. En afhankelijk van de verhouding tussen die ingrediënten: wat noem ik nou? Bloem, suiker, roomboter en eieren. Afhankelijk van hoe, de verhouding heb je verschillende soorten koekjes. Maria-kaakjes is heel zuinig op de suiker, bijvoorbeeld. En weer andere. Dus als je richting cake gaat, dan, uh, dan is het, uh, is het een, uh, evenveel. Dan is het een, een 25% een kwart bloem, een kwart eieren, een kwart boter en een kwart uh, wat, uh, suiker. In gewicht dan. hè? Een ei weegt 50 gram. Dan heb je, je cakemeel. Nou, daar kan je mee variëren. Dat is En wat kosten koekjes dan? Ja, maar geen rol. En een bakje koekjes, jongen, dan heb je voor de hele week koekjes. Nee, die vrouw is dan uh, zogenaamd moet ze heel zuinig doen. Ja, dus ze koopt er wel uh, 1, 2, 3, 4 pakken met koekjes. Ja, ze, 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 zei Wim dus. En dan koopt ze nog niet eens de aanbiedingskoekjes. Nee, dan moet ze die koekjes hebben van het hele goede merk. En Wim is weer na belachelijk. zei hij. het enige wat ze koopt dat is uh, bloem, suiker, eieren en boter. En daar betaalt ze dan een megabedrag voor. Dan koop je ze voor 5, 6 euro koekjes. 10 eieren kost je 1,60. Uh, 250 gram roomboter kost je 1,90. Een pak bloem, een kilo, kost je 1,50. En een pak suiker, een kilo suiker, dat is ook iets, 1,50. Kortom, voor die 6 euro koop je de ingrediënten voor een enorme stapel koekjes. Het enige wat je dan nog moet doen is, ja, je moet het beslag maken en je moet de moeite nemen om, uh, om die koekjes te bakken. Maar je bent toch verantwoordelijk voor de opvoeding? En dat is toch leuk? Dan laat je je kinderen dat beslag maken. Hoef je niet eens zelf te doen als moeder. Jij moet even de oven aansteken, want dat zou ik die kinderen niet laten doen. Als je een gasoven hebt dan, uh, nou, dan heb je natuurlijk nog een beetje die, uh, die gaskosten. Maar. Ja, een gasoven is redelijk zuinig hoor. En je krijgt een lekkere warme keuken ervan. Dus. Ja. Ja, dat doe je toch gewoon, wat is dat nou? Ja, zo moet je zuinig zijn. Nou, ja, mijn moeder die dacht er heel anders over. En dus nog steeds, als ik dan. Uh, ik heb gisteravond weer gegeten, heb ik weer pindakaas met hagelslag gegeten. En dan. Ja, Misschien wel uit baldadigheid of zo. Dan, dan heb ik zo'n boterham. En dan doe ik wel lekker, heel lekker dik met roomboter. <laughs> een enorme klets van die pindekaas erop. En dan heb ik van die chocoladevlokken van de Albert de Geijnen uit de aanbieding gekocht. Een extra grote voordeelpaktoestand. En een ratje, ratje, ratje. Dan gaan we een partijtje chocoladevlokken op, man. En dan heb ik een bam er bovenop. En dan werk ik dat lekker weg. Met een grote beker melk om alles weg te spoelen. En dan zit mijn buik weer lekker helemaal vol. Ja. Dus mijn moeder kon het wel verbieden, maar niet voor het leven. Snap je? Dus wat heb je nou aan het feminisme? Waar zijn vrouwen nou mee bezig? En dan kan ik nog verhalen houden over vrouwen op het werk. Nou, dan kom je echt niet meer bij hoor. Beledigend, jongen. Verschrikkelijk. Uh, emotionele scènes trappen. Tijdens vergaderingen. Oh, 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 oh. Het hoort ik ook. Dat was, dat was de, de moeder van mijn kind. Die werkt dan ook. Dus aanhalingstekens. En dan bij haar op het werk. Er waren twee vrouwen. En die hadden een duo-baan. Ze zouden allebei de helft doen. En toen werd die ene die werd zwanger, nou dat was tot daar en toen, die kreeg zwangerschapsverlof, nou dat was tot daar en toen kwam er dus een invaller voor haar. En toen was dat kind geboren, kreeg ze ouderschapsverlof, en toen was het toch daar en toen kreeg ze een invaller. Dus die, die vrouw die dus niet zwanger was, die, nou die had er verder niet zoveel van last van. Maar toen was het zwangerschapsverlof was voorbij, omdat het kind geboren was, toen was het ouderschapsverlof voorbij, omdat het kind nu nou, naar zoveel maanden is afgelopen, dan moet je het naar het kinderdagverblijf brengen. Ook belachelijk, maar goed. Want die vrouw wilde zo graag blijven werken. Die vrouw had ook kunnen zeggen: Ik heb nu een kind. En ik kom de komende 12, 13 jaar. Kom ik niet meer, want ik ga voor mijn kind zorgen. Kijk, dat was eerlijk geweest, denk ik. Maar dat deed ze niet. Nee, zij bleef lekker werken. Ja, moest ze wel honderden euro's in de maand gaan betalen. voor de kinderopvang. Maar vrouwen zijn, denk ik, niet zo goed in rekenen. Of ze vinden het belangrijk. dat ze het zelf. Weet ik, ik weet niet. Ik wil er ook helemaal niks van weten. Ja. Maar die vrouw die dan dat kind had. Die vond dan wel dat in de duobaan. dat zij dan voortaan nog maar 40% hoefde te werken. En dat die ander, die dan geen kind had, dat die dan 60% moest werken. En dat ze wel hetzelfde loon zouden behouden, want het was een duobaan. Want zij had namelijk een kind, dus. Uh, ja, dus vandaar kon ze niet altijd. En dan moest die andere vrouw. Uh, en ja, en dat gaat ze natuurlijk niet keihard zeggen tegen de, de management van ik doe nog maar 40% en Margrethe doet 60%, want ik heb een kind en, uh, zij, uh, en ik wil wel hetzelfde salaris behouden en ik wil ook niet dat Margrethe meer gaat verdienen en ik minder. Maar uh, nee, natuurlijk gaat ze dat niet zeggen. Maar wel iedere keer als er werkafspraken gemaakt moesten worden, dat zij, degene met het kind, uh, die koos even voor uh, het langste eind. Nou, dat kreeg die ander in de gaten. En die werd er dus zagrijnig van. En die zei, ja, nu ga jij maar eens een keer extra. En die zei die andere met het kind, ja, dat kan niet, want ik heb een kind. Ja, die andere vrouw die geen kind had, ja, het ja, is toch jouw kind, mijn kind niet. En die zei ja, jij bent egoïstisch en jij hebt zelf geen kind en je weet niet wat het is. En je moet begrip hebben voor mijn situatie. En die vrouw die geen kind had, die zei, hoezo? Jij hebt toch een kind? Ik niet. En je doet hetzelfde als ik, je doet net zoveel uren draaien en het is afgelopen. Nee, en ik ga niet de komende week uh, weer, net als vorige week, extra vroeg op om bij die vergaderingen te zijn is goed en meer. Jij gaat maar een keer. Dat is een rel geworden, jongen. Nou, toen moesten die twee vrouwen uit elkaar gehaald worden. En uh, dan kan dus het management zich gaan, uh, op de kop gaan krabben, want beide vrouwen hadden natuurlijk een vaste aanstelling. Anders durf je als vrouw niet zo'n houding aan te nemen. Dus ze konden niet ontslagen worden, geen van beiden. En zeker die vrouw met het kind niet. Ja, dan moet je als werkgever maar zorgen voor een passende, vervangende dinges. Leuk hè, vrouwen op het werk. En er zijn natuurlijk ook verhalen van vrouwen die het hartstikke goed doen op het werk. Die heb ik ook meegemaakt, ongeveer een stuk of drie. Waarvan ik denk: van jeetje, wat ben ik blij dat jij hier werkt. Ik heb het meegemaakt met een vrouw. En die was een manager. En die kon managen, jongen. Dat had ik nog nooit van mijn leven meegemaakt. Maar die had een, een mensenkennis en een intuïtie. En die kon dus razendsnel analyseren. Als er iets misging in een team, wist ze gelijk wie ze moest bellen. Dus ik als techneut, was ook zo heerlijk. Ik kon ook naar die vrouw toe stappen. En uh, oh, dat waren de dan waren er issues. Ze zei: Nou, weet je wat, kom maar even langs en neem het even door. Zij rookte Caballero-sigaretten zonder filter, dat was mijn opa. En een stevig roken, dus minimaal een pakje per dag. Dus dan kon ze maar even, lang, even langs. Ik ben haar langs, ik goed voorbereid. Ik zei: Nou ja, uh, dit is een issue. Blablabla. Ja, zei ze oké, okay, snap ik. En wat stel jij voor? Ik zei, nou, uh, gezien, stel ik dat en dat voor. En dat weet ik niet. Maar dan moeten we vragen aan Theo. Want ik denk dat Theo het wel weet hoe we dat moeten doen. Oké, okay, zei ze. Dat begrijp ik. Ik zal Theo wel bellen. En wat heb je nog meer? Kortom, geen discussie met mij. Ze liet mij in mijn waarde. Ze had geaccepteerd dat ik de specialist was, daar werd ik ook voor betaald. En als ik zei: Het zit zo, dan was het ook zo. Zij voer blind op mij. Heerlijk. Want ik ken die managers hoor, die zich vanuit hun hoge positie even met jou op de werkvloer gaan lopen bemoeien. En daar word je doodziek van. En ja, dat heb ik meegemaakt met mannen. En dit was nou typisch een vrouw die echt wat ik dan noem. Want management vind ik dus een, uh, een functie die hoort bij de vrouw. Geen specialistisch werk. Nee. Het is meer overzicht houden. En ja, dat maatschappelijke goed in de gaten houden. En echt zorgen voor de kippetjes in het kippenhok. Dat doet de hand toch altijd? Ja, vrouwen kunnen dat echt heel goed als ze het willen. Als ze dat ook snappen. Dan zijn ze de moeder, als het ware, van het geheel. En ik was zeg maar de papa. Ja, dus ik. Ja, goed, verzin het maar even uit. Maar management is een. Nou, het woord alleen al. Menagerie, het Franse voor management, menagerie. Menagerie op zijn Frans is huishouding. Dat is een goede manager die zorgt binnen de muren. van het bedrijf voor uh, de, de loop van de zaken. Dus in principe is management een vrouwelijk beroep. Ja, die komt geweldig goed. Zo, we hebben nooit zo'n goede manager meer tegengekomen dan die. En dat bedrijf liep helemaal weg met haar. Ik ook. Ik was dan, dan ingehuurd. Hè? Ja, geweldig. Dus vrouwen kunnen het wel. Maar als ze gaan lopen brullen van: uh, we willen kunnen scheiden wanneer we maar willen. En dat uh, de kinderen aan de Ritalin moeten. Uh, dat moet dan maar, want uh, anders hebben wij er last van. Nou, dat is verschrikkelijk. Daar gaan we aan kapot als samenleving. En you believe me, die hele vrouwenbeweging, die wordt aangestuurd vanuit die communistische overheersing. Die financieren dat. Ja, look at that, man. Er zijn handboeken gevonden, uh, handboeken voor de slavendrijver. En die circuleerden in het noorden van Amerika, waar vrij veel plantages waren. En, uh, ja, je kon dus heel goedkoop arbeidskrachten kopen van de Arabieren. En de Arabieren die kwamen aan die arbeidskrachten van de negro mensen van Afrika. Want de negelwidden mensen van Afrika maakten nogal wat ruzie onder elkaar. En als dan de ene stam gewonnen had van de andere stam... dan werd die andere stam, die werd verkocht, wat er nog in leven was... als arbeidskracht aan de Arabieren. De Arabieren die betaalden daar dus voor, die namen die mensen mee. Die gingen ermee naar de kust en daar werden ze dan door de Arabieren verkocht... aan de... Nou, Joodse mensen waren erbij betrokken, Nederlanders waren erbij betrokken... Engelsen, zeg maar, katholieken, jezoïten... Oh, de slavenhandel, je kent het wel. Nou, en dan heb je dus dat al die mensen dan uh, verkocht werden in Amerika op de slavenmarkt. En dan zit je als plantage-eigenaar met zo'n slavenpopulatie. En hoe moet je daarmee omgaan? Uh, en er werden handboeken voor opgesteld. Nou, en een hele belangrijke was uh, werk aan het feministische. Uh, uh, ja, uh, creëer een feministische beweging in je slavenpopulatie. Ja, ja dat hoor je goed. Ga vrouwen voortrekken. Ga zeggen dat vrouwen onderdrukt worden, achtergesteld worden. Ga dat tegen die vrouwen zeggen. En ga die vrouwen vervolgens daarvoor compenseren. Dat is voortrekken van vrouwen. Dat heet positieve discriminatie. Staat in die slavenhandboeken. Ja. Ik heb het zelf geconstateerd. En het is ook logisch. Kijk, als jij een groep hebt die je wil onderdrukken, dan heb je twee mogelijkheden. Of je gaat de, de kracht van de groep, dus de sterke elementen, die ga je aanpakken. Die ga je verminderen, die ga je kleineren, die ga je whatever doen. Dat is een methode. De andere manier is om de zwakkere elementen, om die uh, te gaan uh, positief discrimineren, voor te trekken. Dan maak je de hele groep ook zwakker mee. Dus als je het sterke in een groep minder sterk maakt, dan gaat de totaliteit qua kracht omlaag. Maar als je het zwakke deel van de groep uh, laat vermenigvuldigen, laat uh, niet zozeer dat ze sterker worden, maar ze zijn nu een keer zwakker en die ga je een meer uh, zeggenschap geven, ja, dan daalt ook de totale kracht, de som van de totale kracht van de gemeenschap. Dat is precies wat je nu ziet. Als je kijkt naar wat die. Uh, de, de vrijheid die de moeder van mijn kind kreeg. in haar absoluut wanstaltige gedrag. waarbij ze dus vreemd ging en niks deed in de huishouding. en hoe de hele omgeving haar. Uh, 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 applaudiserend. Uh, Toejuichte van: Goed zo, goed zo, jij komt tenminste op voor jezelf. Ja, wat heeft dat voor gevolg gehad? Mijn dochter is uh, psychisch niet lekker. Hè? Ik heb met haar een heel serieus gesprek gehad een week geleden. En zij heeft het nu eindelijk benoemd dat zij niet graag zichzelf wil benoemen. als zijnde een mens met een jeugdtrauma. En ik heb tegen haar gezegd. Van nou, ik snap dat je dat predicaat niet graag wil. Want niemand wil de, de, het leven door als een behoeftige patiënt. Zei maar, je hebt wel een jeugdtrauma. En daar moeten we toch wat aan doen. En waar komt dat trauma vandaan? Ja, drie keer raaien. Ja. Van die feministische moeder natuurlijk. Want het feminisme. Is hol. Het, het, het heeft niks. Het zegt alleen maar dat vrouwen onderdrukt zijn. En mannen moeten ruimte maken voor vrouwen. En dan kunnen vrouwen gaan floreren. Maar floreren in wat? In de baas spelen? Denk na. En zelfs mijn dochter, die heeft er ook een handje van hoor, die zei ook, uh, dat moet ik nog met haar over hebben, dat ze zei, even, ja, en de vrouwen op het werk, ja, het is gebleken dat vrouwen met gelijke opleidingen, en zelfs in gelijke functies, dat ze toch minder verdienen dan mannen. En ik denk, ja, dat is nogal wiedes. Want je hebt minder gezeik met mannen. Dat tegen mijn dochter ook keihard gezegd, als het gaat om spelletjes spelen bijvoorbeeld, hè. Mannen spelen spelletjes om te winnen. Vrouwen spelen spelletjes om gezellig met z'n allen een spelletje te spelen. Nou, en die mannelijke mentaliteit die zet zich voort op het werk. En dat is ook precies wat je wil op het werk. En mijn dochter gelijk eroverheen. Ja, mijn mannen plegen heel vaak zelfmoed. Ja. Dat is het wisselen van onderwerp, heet dat. Dat is een beetje alles erbij gaan sleuren. Maar daarover volgende keer meer. Ze komt overmorgen, het is nou zaterdag. Ja, overmorgen komt ze met dochter weer eten. Dat inspireert me ook vast wel weer voor een leuk gesprek over... de derde golf van het feminisme waar we nu in zitten. Nou, ik hou jullie op de hoogte. Met de geschiedenis en het hedendaagsheid van het feminisme... <laughs> en op zijn hamburgers zeg ik tjus en dag, liefarts.